Heel goedenavond. Opnieuw landelijk boerenprotest. Rond het middaguur stonden boeren met hun trekkers en spandoeken op verschillende plekken langs de snelweg. Zoals langs de A28 bij Rogat. Zo hopen wij de politiek toch het gevoel mee te geven dat ze niet zomaar wat kunnen doen, zeg maar. Verkeersregelaars zwepen verkeer op bij Rotonde Gieten. Muziekweekend Persen bestaat 20 jaar. En het weer met Ellie Smit. Houden de bomen hun bladeren lang? Wees dan voor een strenge winter bang. Ja, dat is een hele oude weerspreuk. Daar hebben de commentiet echt geen last van. Hoe het wel wordt, zie je straks. Nou, nice. De boeren protesteren opnieuw tegen de stikstofplannen van de politiek. Langs de opritten van de snelweg verzamelden ze hun trekkers om de eisen van de boerendelegatie in Den Haag kracht bij te zetten. Bij Rogat zetten ruim 20 boeren hun trekker langs de snelweg. En ook in Zuidwolde en in Hogeveen worden tientallen trekkers neergezet. Net als op tal van andere plekken in Drenthe. Wij staan hier om de onderhandelingen over het voorstel wat de landbouw heeft neergelegd in Den Haag bij de politiek te ondersteunen. Vorige week hebben meerdere landbouworganisaties hun plan van aanpak neergelegd om uit de stikstofcrisis te komen. Vandaag wordt daarover in Den Haag overlegd met de minister. Om hun voorstel kracht bij te zetten, willen de boeren zich laten zien. Voor veel boeren is het al dat ze bijna onder water staan. Dus ja, er moet nou snel wat gebeuren, want anders dan gaan er echt heel veel onder water. Het gaat om een publieksvriendelijke actie. De opritten zelf worden niet afgesloten. Maar als het nodig is, kan dat zo veranderen. Als wij één berichtje krijgen vanuit het overleg in Den Haag dat de politiek er weer met de pet naar gooit, staat binnen een half uur heel Nederland kan dichtstaan. Zo simpel is het. En als zij oproepen om solidair met hun te zijn en daardoor hardere acties in te zetten, ja, dan zijn we natuurlijk bereid. Wij willen het liefst publieksvriendelijk houden, maar ja, zo staat het er eigenlijk wel bij. Die hardere acties zijn in ieder geval vandaag niet nodig. Na een paar uur demonstreren gaan de boeren weer gewoon aan het werk. De donkere dagen voor kerst zijn op de weg de drukste dagen van het jaar. Dat is ook te merken bij de grote rotonde van Gieten, waar de N33 en N34 elkaar kruisen. En om het verkeer goed te laten doorstromen, zet de provincie in de ochtend verkeersregelaars in. De verkeersregelaars staan aan de zuidkant van de rotonde. Ze moeten voorkomen dat er files ontstaan. En hoe doen ze dat? Door vooral het verkeer op te zwepen, als het ware. En te zorgen dat je eigenlijk vrij op kunt rijden op de rotonde. Dus het verkeer wat de rotonde volgt, tegen te houden. Met de verkeersregelaars kan op drukke dagen ongeveer 4 tot 5 minuten winst worden geboekt. Maar dan moet iedereen wel goed meewerken. Zowel de bestuurders als de verkeersregelaars. Er zijn heel veel forensen hier. Dus het is ook, wacht even, de verkeersregelaars zijn er weer. En dat is wel het participeren op elkaar. En dat geldt inderdaad ook voor de verkeersregelaars zelf. Van even aanvoelen van oké, daar kan het wel, zo kan het niet. Een definitieve oplossing voor de vertraging bij het verkeersplein laat nog even op zich wachten. Door alle procedures die doorlopen moeten worden, duurt dat volgens pasjes nog zeker 5 jaar. Is er nog een tip voor mensen die hier elke ochtend langskomen? Andere weg? Nee, gekkigheid. Nee, gewoon goed aan blijven sluiten, dat scheelt gewoon files. Kijk, als je de posters gaat bekijken, dan zien we heel veel normaal terugkomen. En nou, daar zijn we toch wel trots op. Die had een vaste locatie, die ging overal optreden waar ze al jaren stonden. En die kwamen toen ineens naar Persen toe. En dat was een groot succes. Ja, zometeen naar Persen, eerst naar Zuid-Laren. Want jarenlang heeft de Albert Heijn in dat dorp gevochten voor een nieuwe grote supermarkt op het terrein van de Prins Bernhardhoeve. En donderdag is het zover. Dan gaat de winkel open. Stilstaande boodschappenkarretjes, lege schappen en onbemande kassa's. Het tijdperk van de Albert Heijn aan de Stationsweg in Zuid-Laren is na 31 jaar voorgoed voorbij. Maar bij de supermarkteigenaar geen spoortje van weemoed. Integendeel. Ja, met een blij gevoel. Ik ben heel erg blij dat we eindelijk donderdag open kunnen op onze nieuwe plek. En deze winkel hebben we afgelopen zaterdagavond leeggehaald. En alle spullen zijn nu al voor een groot deel gevuld in de nieuwe locatie. Dus wij hebben er heel veel zin in. De laatste spullen zijn ingepakt en gaan richting het Prins Bernhardhoeve terrein. Daar is in korte tijd een grote tijdelijke winkel neergezet voor 4 jaar... met 2 keer zoveel ruimte en volop parkeerplaats.
Hendriksen moest daar wel voor naar de rechter, maar over die strijd met de gemeente heeft hij het liever niet meer. Maar wel, yes, dat we het eindelijk kunnen laten zien wat we eigenlijk al heel graag al jaren willen hebben laten zien. En dat kunnen we nu en dat mogen we nu. En ja, daar ben ik wel heel blij mee. Dat hij de nieuwe supermarkt vooral aan zijn eigen vasthoudendheid te danken heeft, daar wil hij niet aan. Maar er zijn ook heel veel mensen die hebben mij daar geholpen. En heel veel klanten die hebben me daarbij gesteund. En altijd zeiden, hou vast, ga door. En dat hebben we altijd gedaan. En daar hebben we altijd geloof in gehouden. En nou ja, nu zijn we dus heel blij dat we dat ook eindelijk een keer kunnen laten zien. Ja. Nou ja, ook als hoe je aankomt rijden al, hè? Het Albert Heijn. Hoe het oogt, ja. Ja, prachtig. Ja, het is super echt gaaf. Heel mooi, ja. Voor een vaste plek op het Prins Bernhardhoeveterrein zijn al meer kapers op de kust. Maar Hendriksen is niet bang voor een hevige concurrentiestrijd. Nee, daar ben ik niet echt bang voor. En ik hoop ook niet dat het een strijd wordt. Ik denk, en dat is zoals zoveel mensen in Zuid-Laren denken, er moet wat gebeuren op Prins Bernhardhoeveterrein. En daar staan we met z'n allen voor. En dat willen we met z'n allen ook graag. En ik ook. En u komt daar met de Albert Heijn, definitief? Ja, dat is absoluut mijn bedoeling, ja zeker. Donderdag opent de supermarkt die er voorlopig 4 jaar mag blijven. Damme Roel Boomstra uit Emmen staat op de kandidatenlijst voor de verkiezing Sportman van het jaar. Sportkoepel NOC-NSF en de NOS hebben een shortlist bekendgemaakt met sporters die in aanmerking komen voor een prijs op het jaarlijkse sportgala. Boomstra kroonde zich in januari van dit jaar tot wereldkampioen Damme. Hij versloeg de Rus Alexander Zwartsman in de barrage. Tot de 15 sporters die in aanmerking komen voor de prijs behoren ook wielrenner Mathieu van der Poel, voetballer Virgil van Dijk en Formule 1-coureur Max Verstappen. Uit de shortlist kiest een vakjury de nominaties die op 1 december bekend worden. Muziekweekend Persen viert dit jaar zijn 20-jarig jubileum. Ieder jaar komen meer dan 12.000 mensen naar het evenement. En de voorbereidingen zijn al volop aan de gang. En vandaag werd het programma bekend. Nou, hier komt dus eind mei 2020 weer onze grote festivaltent te staan. Het is nu nog heel kaal, maar dat wordt in mei heel anders. En hier hebben we dan het programma voor 2020. We zullen maar vast eerst even hierop hangen. En daar zijn we heel trots op. Zoals Kensington with a Temptation hebben we 3 jaar geleden, 4 jaar geleden hier ook gehad. Dat was binnen 2 dagen uitverkocht. Davina Michel, ja, dat is gewoon een aanstormend talent. Die ons omvergeblazen heeft op een festival waar we zijn wezen kijken. Ja, kijk, het is niet lastig om een lijstje op papier te zetten. Een wensenlijstje is niet lastig. Alleen nog om die daadwerkelijk te krijgen en te boeken. Ja, dat is wel eens jaren echt gewoon zo lastig geweest dat we overwogen hebben van joh, als het echt zo moet, ja, is het dan nog wel te doen. Nou, ik denk dat met ons doet dat wij wel heel grote namen hier naar zo'n klein dorpje halen. Daar zijn we echt wel heel trots op. Er is bijna geen trekker waar niet iemand op zit met een geel t-shirtje aan van Hulpie. Dat is gewoon mooi. Het leeft gewoon het hele jaar door in het dorp en dat is gewoon hartstikke, dat is gewoon heel mooi om te zien. Bij de vergaderingen, als we wat lezen moeten, hebben we ons leesbrilletje al op, dus we worden wat ouder. Maar nee, er staat nog een jonge generatie achter ons hoor, dus ik kan nog even doorgaan. De rondes van Drenthe voor mannen en vrouwen zijn volgend jaar op 2 verschillende dagen. De mannen rijden op zaterdag, de vrouwen volgen zondag. En reden daarvoor is de beperkte capaciteit van de politie. Want die kan niet langer 2 koersen op 1 dag begeleiden. De politieinzet bij wielerwedstrijden staat zwaar onder druk. Dit jaar is er al 20% gekort op politiemotoren. Volgend jaar wordt de inzet gehalveerd. En dus hing de toekomst van de Ronde van Drenthe aan een zijden draadje. Een heel kritiek punt, hè, want gaan we door, gaan we niet door. Het waren dus weer zorgelijke dagen voor voorzitter Femi van Issem. Maar in overleg met politie, gemeentes en de Wereldwielerbond UCI is er nu voor gekozen om de mannen op zaterdag te laten fietsen en de vrouwen op zondag. Voor de Ronde van Drenthe zijn zo'n 20 politiemotoren per koers nodig. In Den Haag wordt nu door 3 ministeries gekeken naar alternatieven.
Ze zijn dus bezig om burgermotors misschien in de wet te krijgen. Maar dan komt dan een opleiding. Ja, en dan zitten dus heel veel organisaties van, kunnen we dat nog betalen? Want wat kost dat? Ja, op het ogenblik heb ik gehoord dat dat een opleiding zo'n 650 euro is. En misschien dat de KMU dat dus over kan nemen. En dat het dan gezamenlijke cursus wordt. Ik weet het niet hoe dat gaat. In Limburg en Noord-Holland vangen gepensioneerde politiemensen heel wat werk op. Ook in Drenthe zou dat een optie zijn. Er wordt gesproken over 8 burgermotoren per koers die een deel van de werkzaamheden van de politie zouden kunnen overnemen. Het alternatief is om rondjes te rijden op een afgesloten terrein. Maar dat is volgens Van Isum geen optie. Ja, dan hebben we geen klassieken meer. En dan kunnen we ook de Wimmerwildtour wel op onze rug schrijven. De Ronde van Drenthe wordt volgend jaar in het weekend van 14 en 15 maart verreden. De start van zowel de mannen als de vrouwen is dan in Assen. Ja, er zit nog best veel bladeren aan de boom. En dat komt natuurlijk vooral omdat het droog was. Omdat er warm was. En omdat er nog niet veel herfststorm was. Wat komt die dan de komende dagen? We gaan zo hem kijken. Nou, kijk, we eerst nog vanavond. Dan wordt het wat nevelig. Het kan ook een beetje mistig worden. Maar dat trekt in de loop van de nacht wel weg. Het blijft wel bewolkt. En het wordt een graad of 5. Morgen wordt het een bewolkte en miserige dag. Het is een graad of 10, dus wel heel zacht. En er staat een matige zuidwestenwind. Woensdag en donderdag, ja, dan blijft het nog steeds zacht voor het tijd van het jaar met een graad of 10. Het wordt wel een bewolkte en natte dagen, hoor. Er kan een flinke plets regen van. Er staat een matige, te vrij krachtige wind. En die draait dan op vrijdag naar het noordwesten. Dat wordt weer een stuk kouder met een graad of 8. Maar ook dan veel bewolking en regen. Nou, wou je nog even kijken naar die mooie bladeren in het bos? Dan moet je gauw in. Gaan we doen. Ellie, dankjewel. Dit was hem. Mijn nieuws vind je natuurlijk ook op de app en website. Hè? En daarop zie je dat gebouwen in Drenthe vanavond oranje oplichten. En wat de reden daarvan is. Hier zo de keuken van Drenthe met de chef-kok van het Gevangenismuseum in Veenhuizen. Heb een fijne avond en heel graag tot morgen.